Ik zei net aan de kijkers thuis en hier in de zaal dat het leven van een BV niet altijd over wolkjes gaat. En niet altijd roze geur en maneschijn. Is nu onze volgende madame die we gaan aankondigen om de volgende genomineerde te noemen. Die weet daar alles van. Mag ik jullie applaus voor Jacqui Dafont. Dag Jacqui. Jacqui, je ziet er weer fantastisch uit. Je lacht ook altijd, maar ik moet zeggen, jij hebt toch al heel wat in jouw leven meegemaakt. Hè? Hoe slaag je er dan toch in om altijd te blijven lachen? Hè? Ja, je moet alles blijven positief zien. En ik voel me vandaag echt ontzettend gelukkig dat ik ook iemand gelukkig mag maken. En ik zeg altijd, iemand gelukkig maken doet veel meer deugd dan zelf een beetje ongelukkig zijn. Fantastisch, ik hou van jouw lach. Maar Jacqui, ja, ook 2013 was een jaar waarin er voor heel wat mensen toch flink wat problemen waren. Niet voor iedereen was er iets positiefs. En laat ons maar eens kijken naar de genomineerden in de categorie meest aangrijpende gebeurtenis. De genomineerden in de categorie meest aangrijpende gebeurtenis zijn... Het aftreden van koning Albert. Het ontslag van Guy van Sander. De scheiding van Astrid en John. En de meest aangrijpende gebeurtenis van 2013 is geworden, Jacqui. Wat zegt u? Je mag de envelop open doen hoor, Jacqui. Je mag de winnaar bekendmaken. Zelfs een aangrijpende gebeurtenis kan bij jou met een lach worden aangekondigd, hè, Jacqui. Absoluut, absoluut. Ja, dus wacht, hè. Dat is het, hoor. De scheiding van Astrid en de John. Voilà, de scheiding van Astrid Bryan. Pas op, ik heb dat ook meegemaakt.